Het is je boy Alawali hier live bij Punch Out Battles. Net een battle gehad. De bijna Steph Killer Toontje tegen Jezo Krokker. Toontje, wacht, ik ga jou overslaan. Je hebt nog eten in je mond. Jezo, hoe ging het? Ja, best wel prima volgens mij. Ik had even water moeten drinken van tevoren. That's it. Ja, het publiek reageerde op zich wel prima. Ja, ik vond het ook echt gaan. Ja. Okay. Nice. Toontje, je laatste battle was veel besproken. Het ging echt op de decimalen af. Was je mee eens dat je uiteindelijk niet naar de halve finale was? Ja, sowieso. Weet je wat het is? Ik had ook liever Stef in de finale gezien dan mijzelf of zo, je weet toch? Maar jammer dat hij is gestopt. Nou, ja. De klootzakken. Wat zeg je? De klootzakken. De kankerlijn. Allright, en dan mag je nu tegen Jenzo, een van de doopste nieuwkomers. Ja. Hoe ging het? Af en toe wel een stumpeltje hier en daar. Ik ben ook iets vergeten, maar dat viel niet heel erg op. Maar had wel een beter gekund, man, denk ik eigenlijk. Had wel beter gekund, ja. Ah, deze toontje is in ieder geval 100 keer beter dan de toontje van vorig jaar. Ja, hij is gevaarlijk. Ja. Dus, excellent, zei het al. Dit zou zelfs eventueel een finale kunnen zijn in 2009. Zou kunnen, man. Ik hou helemaal niet van rematches, maar dat zou kunnen. Jenzo, is dat wel jouw ambitie om de finale uit te halen? Ja, sure. Finale, dat wordt hem. Ja, is cool. Ja, heb jij eigenlijk op die Jenzo Kerkhof die je hebt, een soort van hitlijst met mensen die je wil hebben? Ik wil wel graag tegen Wenna. Wenna? Ja man, Wenna lijkt me fucking hard. Ja, gruwelijk. Ja, dat. Ja, dat eigenlijk. Jenzo tegen Wenna. Ik kan niet wachten op die. Toontje, wie is de volgende? Zou ik nog niet weten, man. Ik zou misschien wel tegen Mitch of Waldo of iemand die leuk is gewoon, man. Nice. Oké, cool. Straks om 7 uur de battle online. Ik zeg eerlijk, ik ben fan van beide boys. Ze kwamen weer keihard. Ga hem checken, man. Mijn naam is Alawali.